Goeiedag mensen, welkom bij een nieuwe video over Solaire. Vandaag ga ik jullie laten zien welke teams ik ga inleveren voor Game Week 298. Deze begint over 22 uur en 46 minuten. Ik ga twee teams inleveren, het zouden er eigenlijk drie zijn, maar omdat AZ verplaatst is en ik heb een AZ-stack, zijn het er helaas maar twee geworden. Maar goed, dan hebben we volgende week een extra team om in te leveren, dat is altijd prima. Ik begin hier met de Underdog Limited team. Dat is Alex Bangura op de verdediging, Mees Hoedemakers in het middenveld. Dat zijn twee Cambuurspelers. Ik hou gewoon van stacks, ik vind het gewoon heerlijk om te spelen, dus dan doe ik dat ook gewoon. Alex Bangura haalt hoge EA-scores en Mees Hoedemakers ook. Ook al zijn het spelers van Cambuur, die Cambuur is natuurlijk niet het hoogste team. Maar goed, ze halen gewoon goede EA-scores en ik hoop dat ze tegen Fortuna nog zelfs wat meer kunnen brengen. En dan heb ik hier Pione Sisto en Sorikaba van Midtjylland. Ik heb ze beide gehaald omdat ze ook in de Europa League spelen. Nu natuurlijk kunnen ze verder komen dan in de Champions League. En ja, ze zijn gewoon het hoogste team uit Denemarken. Het beste team uit Denemarken. En het zijn twee spelers die gewoon hartstikke goede scores halen. Sisto heeft de laatste 5 wedstrijden gescoord. En Kaba volgens mij iets van 3 van de 5 wedstrijden gescoord. Of een decisive in ieder geval gehaald of een assist. En dan maak ik Sisto gewoon aanvoeren, want die is het meest op dreef. Lever ik lekker in. En dan heb ik het andere team, heb ik de Specialist Limited team. Hier wil ik nog één speler van veranderen en dat is Stefano Okaka. Ik merk veel dat hij speelt in de Conference League. Kwalificaties natuurlijk. Alleen dan speelt hij niet in de competitie. Alleen de laatste weken, ik had hem al denk 3 weken geleden gehaald. De laatste weken wordt Bashikir, dit is de eerste week dat hij gecoverd wordt. Wordt niet gecoverd in Europa. Dus niet door midweek. Utility had hij niet. En in het weekend speelde hij niet. Dus ik had er helemaal niks aan. Dus ik ga ervan uit dat hij weer niet gaat spelen. Omdat hij weer Conference League heeft gehad. Dus daarom wil ik hem nog vervangen voor een andere speler. Maar daar kom ik zo meteen nog even op. We beginnen in ieder geval hier met Jeroen Houwen. Nou ja, ik moet natuurlijk twee spelers onder de 40 hebben van de laatste 15. En nou ja, Jeroen Houwen, helemaal goed, is 37, kan vervangen gaan worden natuurlijk met Vitesse hun keepersprobleem. Maar daar gaan we nog even niet van uit. Manhoef, hier ook een speler van Vitesse, ik dacht gewoon lekker stacken weer. En Manhoef die houdt nog wel van een assistie of een kopballetje erin gooien. Dus ik hoop dat dat gebeurt tegen Heerenveen. En dan heb ik hier mijn eerste Russische speler. Die hebben natuurlijk geen midweek utility, Vitesse ook niet. Dus ja, dit is gewoon echt puur voor het weekend dit team. Ja, deze speler haalt ook gewoon heel hoge decisives en best wel veel. En een collega van hem ook van Spartak Moskou. Spartak Moskou is ook de eerste samen met Zenit in de Russische competitie. Die walsen ook over iedereen heen. Dus in principe zit ik daar goed mee. Ik wil ook een collega van hem halen die ook nog iets betere scores heeft. En die wil ik eigenlijk als extra gaan gebruiken hier. Want die is ook boven de 60 en je mag eentje boven de 60 doen. En Okaka die is 44 en ja, die speelt dus niet altijd. Dus dat wil ik nog gaan veranderen. Als ik dat voor morgen red, dan laat ik dat nog wel even weten in een andere video. En voor mijn tweede speler onder de 40 heb ik Mitchell van Bergen. Onder de 40 gewoon. Had een leuke score tegen Marseille. Begint nu standaard basis. Dus ja, je weet nooit, misschien pakt hij een mooi assistje mee. En hij is nog jong, dus ik kan nog lang van hem genieten. Dit waren mijn twee teams voor Game Week 298. Ik zal ook een nieuwe video maken voor Game Week 299. Wil jij nou ook meedoen aan Solaire en weet je nog niet hoe het moet? Dan ga ik daar ook een video over maken. Laat het even weten in de reacties. Wat je sowieso kan doen is aanmelden via de link in de beschrijving. En als je dan 5 kaarten op bieden wint bij New Card Auctions, krijg je een gratis Tier 3 Limited kaart van de top 5 competities van Europa. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Meld je dus altijd aan via een link, want jij krijgt gewoon een gratis speler. Het kan tussen de 5, de 10 of de 20 euro zelf zijn. En dat is gewoon gratis meegenomen. En helemaal als je een klein budget hebt, is dat helemaal mooi meegenomen natuurlijk. Voor nu zeg ik fijne dag, fijne avond en ik zie jullie volgende keer.